Zij dat ook daadwerkelijk aan jou. In de liefde op een knop. Zo, Oliver. Ja, mij. En voor de rest veel. Oh, is niks. Ik kermis. Oh. Aanvallen. Goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe vlog van Team Parket. Leuk dat jullie weer kijken. Het is vandaag vrijdagochtend. Ja. En dat betekent dat Elliot altijd als enige naar school gaat. Ja. Ja. En vanmiddag als jij klaar bent met school, moet mama even bij jou in de klas komen vegen. Ja, vind je wel leuk, hè? Ja, dat is bij ons op school. We hebben altijd klassendienst als ouder. En dan kun je jezelf voor opgeven welke dag je wil. En dan kun je ervoor kiezen om te vegen of om af te wassen. Ja. Oh ja, 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 ik zie hem. Dus vanmiddag is het mijn beurt om te gaan vegen in Elliot's klas. En ik ook? Ja, natuurlijk mag je mij helpen. Ga je met vegen een blik doen? Ja, oh, en het toilet even afnemen met een doekje. Althans, de deuren van het toilet. En papa, die gaat straks eventjes naar de zaak om even wat pakketten te doen. En dan vanmiddag als we Elliot gaan ophalen, weten we nog niet helemaal zeker wat we gaan doen. We hebben al wel een ideetje, maar of wij dat ook daadwerkelijk gaan doen, moeten we even kijken hoe de kids zich voelen. Olly is vandaag thuis, die heeft vandaag geen school, geen gasthouder. En papa gaat zo eventjes naar de zaak. En dan gaan we even kijken wat de rest van de dag ons gaat brengen vandaag. Dus ik zou zeggen, kijk vandaag gezellig een dagje mee met Team Parket. Nou, ik ga even Elliot naar school brengen, dus dan ben ik zo weer thuis. Veel plezier, Elliot. Hoeveel graden is het? Het wordt vandaag 20 graden. Een hele goede morgen. En een aan jou. Ik denk dat Elliot de vlog al geopend heeft. En anders doe ik het bij deze. Welkom bij weer een nieuwe vlog van Pieperkik en Luna aan jou. Ja, wij zijn even een keertje samen. Want Elliot die is op dit moment naar schooltje toe. Ja, mama die is eventjes Elliot naar schooltje aan het brengen. En wij lopen even naar oude werkje toe om daar even de pakketjes te maken. Dan rijden we door naar, nou ja, nieuwe werk, de winkel. Om daar even de pakketjes af te leveren. En daar wordt vandaag ook een nieuwe telefoon geleverd van Floor. Vandaar dat we een beetje op moeten schieten. Goedemorgen. Dus, waar gaan we vandaag heen? Oude werkje. Ja, ook oude oma. Oude oma? Nee, niet oude oma. Oude oma woont thuis. Die woont thuis, ja. Ja. Graag gezellig een dagje met ons mee. Zo. Het gebeurt hier naast mij. Zitten er ineens twee jongens naast mij in de auto. Zo, dan gaan we maar. Let's go. Op naar de zaak. Let's go, mama. Let's go, Alice. Ja. Papa. Ik doe niks. Zo, kun je weer af. Dan moet je naar binnen. Hoppakee. Nou. Maar hier is er niet goed voor is. Ja. Ik klok hier komen. Ja. Allemaal weer nieuwe pakjes. Allemaal nieuwe pakjes, ja, voor de surfschool, hoor. Op in het klokje drukken. In de lift op een knopje drukken. Ja. Ja hoor, dat mag wel. Oké. Okay. Schuif de doos weer even op. Dan kun je er weer op staan, hoor. Ja. Ja. Dus gisteren een hele doos geleverd met allemaal nieuwe zwemkastjes voor nieuwe klanten voor de zwemschool. Gaan die nou ook nog allemaal bedrukt worden? Weet ik even nog niet zo goed. Dat weet je niet zo goed. Ja, ik laat alleen maar zien welke. Goed zo. Kijk eens daar. Nou, daar gaan we hoor, Ronnie. Gelijk dan. Goed zo. Nou, Ronnie helpt heel goed mee. Ja, dankjewel, Ronnie. Goed gedaan. Nou, even pakketjes pakken en dan rijden we door naar de winkel, want ik weet niet of Mike het had verteld. Maar we hebben gisteravond online mijn telefoon maar gekocht, aangezien het natuurlijk niet helemaal was gelukt bij de Mediamarkt. En die komt dus heel vroeg binnen. Dus we moeten even zorgen dat we hier de pakketjes hebben gedaan, zodat we gelijk doorkomen. Want het kan namelijk nu al binnenkomen, hè? Binnen. Het is 9:30. Het is nu 9:55. Nee, tussen 9:30 en 10:30. Oké. Okay. Ja, Olly? Mijn nieuwman. Wat? Nieuwman hier. Niemand hier? Nee, dat is een beetje anders, nieuw man. Nieuw gemaakt? Nee, nieuw man. Nieuwe mand? Nee. Jij eet aten. Ja, ik weet niet wat je zegt, schat. Dit is Joyce. Goed, hè, jongen. Kijk maar. Dit is zielen voor Joyce. Ja, gaan we even zielen, hè? Ja, Olies, ik heb er eentje voor jou. Oh, mag. Nee, op de grond. Hier, achter je. Achter je, daar. Ja. Oh, en deze is zwaar, Olly. Wacht, dit is een kilo. Wow, wat veel Olly's. Heb je erbij? Ja, die moet er ook bij. Voor jullie ook. Olly. Mama. Ja? Help ons heen.
Heb je het daar neergezet? Ja, kijk. Ja, oh, nee. Oh, jongen, je bent echt zo goed bezig. Overheen. Oh, daar overheen. Ja, jij kan ook ooit. Heb je hier nog eentje, Ollie? Oké, ik zit. Ja. Maak jij nog meer? Wat zo, Oliver? Ja. Oh, kijk. Oh, oh. Ja, kijk. En maar papa. Oké, okay, jongen. Nee, ik pak. Even kijken, hoor. Ik heb hier ook nog één. Goed zo. En mag je hem opruimen? Goed, oh, dat is de laatste. Ja, leg die maar op de stapel erbij, Olly. Nee, hier. Ja, goed zo. Dan mag je deze ook gelijk aan papa geven. Papa, het is alleen. Oké. Oké. Gaan we nu voor Barry iets pakken, Olly? Kom je ook? Barry. Ja, Barry die heeft een zwembroek besteld. Nee, mama. Oh, en dan moet je er overheen springen. Ja, sorry, gelijk. Ja. Was ik even vergeten. Ik deed het toch? Ja, ik was even vergeten. Ja, ja. Olly? Marieke heeft ook een zwembroek besteld. Kom, voor Marieke. Voor jou. Gezellig, Olly. Ik denk dat deze het is. Ja, voor Marieke. Zeg maar tegen papa. Oké. Oh, Marieke. Papa, oh, Marieke. Marieke? Ja. De hele stapel is gepakt. Gaan we op naar de winkel, Olly. Goed zo. Mag je deze ook nog meenemen, die twee? Ja. Dan gaan we er vandoor. Leg hem op de stapel. Goed zo. Ja. Nu onderweg naar Alphen. Of nee, we zijn nu in Alphen. Maar we krijgen nu net een berichtje van de courier dat hij er om 9.45 uur zal zijn. Het is nu 9.38 uur. Dus we moeten een beetje doorgassen. Dit is het handenwerkje. Ja, we gaan naar de winkel, Olly. We worden namelijk pakketje bezorgd en wij moeten even de pakketjes die we net hebben gemaakt. Dit is ook winkel. Ja, moeten we even afgeven. Ook een winkel, mama. Ja, dat is een bakker. Een hele grote bakker. Nou, en terwijl wij even zitten te wachten op de bezorger, die mijn nieuwe telefoon komt brengen, ga ik even de pakketjes inscannen die wij vanmorgen allemaal hebben gepakt in het magazijn. Ik maak nu even onderscheid tussen DHL-verzendingen en rijtje pakketjeverzendingen. En dan wordt als het goed is vandaag een rijtje pakketje rond een uur of elf opgehaald hier. En dus vanavond eigenlijk al geleverd bij de klant. En dit is de rijtje pakketje. En de DHL pakketten die worden trouwens ook vandaag nog opgehaald. Maar die worden dan morgen geleverd. Oh ja, het busje staat. Nou, leuk, 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 leuk. Dit is hem, jongens. Ik heb gekozen voor de paarse. Even de seals verbreken. En dat moet even vallen. Uit. Oh, een hele barst. Nee, joh. Tada! Hij is wel gaaf. Hij is wel gaaf, zeg. Hier roze met een beetje paars. Violet. Hij is echt leuk. Oh! Oh. Oh, het was even in een andere taal. En? Wie gaat het in het Engels doen? Ja, ik doe het, hè. Mijn telefoon in het Engels. Ja? Nou, ik ga hem even installeren. We hebben een nieuwe medewerker. Olly, de directeur. Waar is je gezicht? Oh nee! Ik ga hem pakken voor jou. Geef je ballen door? Ja. Wat zei je? Geef jouw ballen door. Hij ging door mij vallen. Ja? Ja. Inmiddels zijn we weer een paar uurtjes thuis. Nou ja, een paar uurtjes. Eventjes. En wij hadden het natuurlijk gisteren in de Mediamarkt hadden wij een airfryer gezien. Maar door omstandigheden met de beveiliging hadden we even een soort van discussietje. Hebben we gezegd, nou dan kopen we het hier lekker niet. Dus we hebben hem nu online besteld en we hebben hem vanmorgen binnengekregen. Ik heb de magnetron al helemaal schoongemaakt, want die gaan we
verkopen, die ga ik wegdoen. Anders neemt alles wel heel veel ruimte hier op het aanrecht. En ik ga eventjes de airfryer uitpakken. Dit is hem. Het is wel degene die we uiteindelijk gisteren hadden uitgekozen. Dus ik ben benieuwd. Dus vanmorgen binnengekomen bij ons in de winkel. Dus ik ga hem even openmaken. De reden trouwens dat wij de magnetron wegdoen is dat we dat ding eigenlijk bijna nooit gebruiken. Zo hier en daar gebruiken we hem wel eens, maar ja, we hebben ook een oven voor als we weer iets willen ontdooien. En voor de rest kunnen we gewoon lekker de airfryer gaan gebruiken. En het neemt natuurlijk gewoon ontzettend veel ruimte in als je twee van dit soort grote apparaten op je aanrecht hebt staan. Dus de magnetron, die heb ik verkocht, althans die staat in de verkoop. En ik maak nu plaats voor de airfryer. Dit is hem. Het is best zwaar. Wat doe ik met... Oh, ik doe hem ondersteboven. Zo. Zo. Oh, oké. Okay. Oh, het neemt wel gelijk ook minder ruimte in het algemeen. Oh, ik ben nu wel fan. Is die mooi? Ja, hij is echt. Hij is wel echt heel gaaf, ja. Ben je blij mee? Ja, ik ben er wel blij mee. Waarom heb je het hier gedaan? Omdat jij het niet wilde. Ja. Kijk hoe soepel. Ja. Huh? Waarom is dat? Oh wacht, dit zit er natuurlijk niet op. Oh, nu heb ik hem dicht gedaan. Uh-oh. Had hem dicht gedaan zonder. Ah ja. Nou. Hij deed ping-ping. Wat betekent dat dan? Nou, ik denk dat hij dan klaar is. Dan haal ik het eruit en dan doe ik het gewoon in. Ja, dat is en klaar. Oké, moment van de waarheid. Komt u erbij? Ja, ga jij maar eten. Ga jij maar eten. Ga je kijken of ik niet neerval. Ja. Zie je het? Ja. Dat is wel goed. Sigaar? Mag langer denk ik voor jou, maar ik vind het wel heel lekker. Ja, het is niet slecht. Geen vet? Althans geen frituurvet. Eerste gerecht is dan... Is gerecht ook. Heel erg heet. Ja, gerecht. Is goedgekeurd. Nu klinkt het nog wel lekker nu ik erover zie. De oliebol is rond en hij eet een lekker weg. Maar wat gebeurt er als ik het woord oliebol nu zeg? Oliebol! Oliebol, zeg maar oliebol, tegen je vader. Oliebol. Oh, het is daarachter. Zie je wat? Nee. Nou, we rijden in Den Haag, want we gaan onderweg naar de... Waar gaan we heen? Kermis. Naar de kermis, maar we rijden nu langs het Malieveld en er is niks. Maar ik dacht dat hier vanaf 10... Is hier? Nee jongens, de kermis is niet hier. Maar ik heb wel borden gezien, maar dat was in Alphen die borden. Kom je er dan bij dat er 10 oktober of 10 september? 11 september. 11 september. Morgen. Maar het is nog leeg. Het is nu nog leeg. Dat is wel heel bizar. Dus we gaan het vandaag nu voor morgenochtend opbouwen of zo. Ik dacht van 10 tot 11, maar van 11 tot 11. Dus dan is het er morgen. Er is geen kermis vandaag jongens. Maar het is nu nog helemaal leeg hè? Het hele Malieveld is leeg. Wij dachten, nou, we gaan naar de kermis hier, de eerste dag. Ben ik dan in de warme 10, tot het wel in de 10e start in Alphen? Ja, die start sowieso de 10e. Ik vond het namelijk al zo toevallig. Ja, dat is heel toevallig. Nou, zullen we dan maar naar Alphen gaan? Ja, dan gaan we daar naar de... Gaan we naar de andere kermis. Er is al een kermis, jongens, in Alphen aan de Rijn. Gaan we daarheen. Alleen iets ietsjes kleiner. Ja, dat wel. Maar goed, dat is dan maar zo. Ik wil niet aan het kermis. Ja, maar hier is kermis geen kermis, niet. Jongens. We hebben ons vergeten. Later. Nou, poging 2. Naar de... Andere kermis. Naar de kermis. Hier in Alphen. We zijn hier bij de kermis. Tada. Nou, daar zijn we. Eindelijk, toch kermis. Was een beetje suf natuurlijk, want de kermis in Den Haag die begint dus pas morgen. Maar goed, hier in Alphen, vlakbij ons om de hoek, zit ook gewoon een kermis. Wil je als eerste in een spookhuis? Ja. Oké. Okay. Spookhuis zit erin. Olly, wil je ook in een spookhuis? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dit liedje wordt ook bij de Efteling gebruikt, wordt hier al geroepen. Ze hebben hier wel toezichthouders. Is goed, jongen, haak naar mij. Heel goed.
skelet, Chester. Dat was hem, Elliot. Oh nee. Oh, we gaan nog een keer naar binnen. Gaat het nog? Gaat het nog? En klaar. Wil je hem doen? Nee. Wil je deze doen? Nee. Ik wil het wel. Er moet ook gegeten worden, jongens. Ja, ja. Dus we eten. Wat eten we? Er komt... Ah. Wat eten we? Ja. Oh, dat ziet er goed uit, jongens. Eten, net uit de pannen. Ja. Zo, dankjewel. Smakelijk. Aanvallen. Veel? Handen in de lucht! Handen! Handen in de lucht! Woehoe!
Collies? Ja! Yay! Oh. Dat was het. Die jumpers? Ja. Ja, dat kan wel. Hij wil springen. Je wil nog een keer? Ja. Dat is echt heel leuk, Jolie. Ja, nog een keer. Ga die nog een keertje. Wacht even op je broer. Kijk, die is ook nog aan het springen. Dat ging je hoog, hè, Jolie? Ja. Hoe moest je dat doen? Hey. Ja. Oké, jij wil een hamer? Ja. En Jolie een trompet? Ja. Oké. Even uit de herrie met z'n allen. We zijn weer van de kermis af, uit de drukte. Even buiten gaan staan, anders horen jullie er helemaal niks van. Vonden jullie nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Of abonneren. En dan zien we je morgen weer in een nieuwe vlog van... Ja, vader! En doe nog een duimpje omhoog als dit een leuke video wordt. Tot morgen!